Been gezocht, een hoorspel in 6 delen, geschreven door F.R. Ekmaar, bewerkt door Thomas Richaud en geregisseerd door Hero Muller. Vandaag het 2e deel, Poussiat verricht een arrestatie. Kan dat niet op morgen wachten? Neemt u mij niet kwalijk, commissaris, maar ik ben maar vast begonnen met het proces verbaal van die moord in het concertgebouw. Op rijm zeker. Op rijm? Ja. Die van de Spijert was toch een dichter? Oh, ja. Ja, natuurlijk. Goed zo, jongen. Goed zo. Jij bent tenminste nog iemand van de oude stempel. Dank u, commissaris. Jij lacht tenminste nog om de grappen van de baas. Ja, Poussiat hier. Commissaris. Inspecteur Bojarski is net binnengekomen. Laat hem maar boven komen. Hij is al op weg naar u toe. Hij was wel wat uit zijn humeur zo te zien. Ook dat nog. Nou ja, dank je. Nou, hij is anders wel prozaïs aan zijn eind gekomen als ik het zo eens lees. Wie? Die dichter. Oh? Ja, en hij niet alleen. Die taxichauffeur bij Post Oosterdok ook. Stuntvoet. Wie is dat? Dat is verdomme een brutale vraag, joh. Dat is inspecteur Bojarski. Nee, maar, er is een vergissing, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, dat weet ik wel, maar ik bedoelde die stunter, die stunter. Ja, donder dan maar op. Tot uw orders, inspecteur. Nou, Jarski. Wat is er gebeurd? Zo ken ik je niet. Dat haalt je de donder, commissaris. Dat dichter is een taxichauffeur van jullie land rotte niet meer veilig zijn, is tot daar aan toe. Omdat hem ook nog mijn beste opper verdwenen is. Verdwenen, al... waarheen? Heeft hij geen briefje achtergelaten? Bij u is het nooit te laat voor onbegrip. Een briefje achtergelaten. Zijn pet, die heeft hij achtergelaten. Zijn pet? Ja, die dreef ongeveer halverwege het ei. Hm? Goeie stuntvoet. Waarom moest hij ook zo nodig bij de waterpolitie? Die arme knul, die kon niet eens zwemmen. Kom, denk je dat hij... Ja, commissaris, de weg van de dichter en de taxichauffeur. Terwijl ik mijn leven waagde om jullie platvoeten te gaan assisteren, zwierf die taximoordenaar nog ergens langs de dijk en pakte, omdat hij toch bezig was, meteen even een politieman mee. Heb je daar bewijzen voor? Nee, nog niet, commissaris. Maar ik zal ze krijgen. Ik zal alle zeilen bijzetten om deze zaak op te lossen. Kiel halen zal ik ze. Die beslissing ligt toch bij de hoofdcommissaris, hè? Mag ik u op patent maken dat de baas mij er juist bijgehaald heeft? Hij kent het competentieniveau van... Ja, zo is het genoeg. Ik laat me mijn werk niet afnemen. Dit is ook commissaris. Het zou me niet schelen, maar... Oh, neemt u me niet kwalijk, heren. Wat moet je? Ik hoop niet dat ik stoor, maar... Nee, je stoort niet, beste kerel. De commissaris is onverstoorbaar. Hier is het geweer dat op het dak van het concertgebouw gevonden is. Leg daar maar neer. Lijkt wel een kanon. Een zwaar kaliber geweer met speciaal visie. Vingerafdrukken? Nee. Nou, dat zou me ook verwonderd hebben. Een doorgefouneerde misdadiger is het, commissaris, wat ik je brom. Er lag ook nog een tas, drijfnat. Ja, de portier van het concertgebouw heeft iemand met een tassie sjouwen, inderdaad. Ja. Geen patroonhulzen? Ze hebben er lang naar moeten zoeken, alsjeblieft. Lag half onder de modder in de dakgoot. Keurig gedaan. Waar is de kogel? Die hebt u toch teruggevonden, niet? Ja, hier. Verder nog iets bijzonders te melden? Nee, commissaris. Vreemd. Waarom? Wat had je dan verwacht? Huh? Nee, niks. Die kogel, vreemd. Wat is daar vreemd aan, inspecteur? Nee, niks, jongen. Moeten ze morgen maar uitzoeken op het lab. Nou, ik weet niet wat u doet, commissaris, maar ik ga naar kooi. Het is morgen weer vroeg dag en er is een boel werk aan de winkel. Ja, cherchez la femme. Moet ik dat Frans voorstellen? Zoek de vrouw, inspecteur. Dank je, beste kerel. Ja, donder allemaal op. Zo wielen deksapper. Jawel, inspecteur. Ja, blijf hier. Jawel, commissaris. Laat maar zoeken waar we die Franse juffrouw kunnen vinden. Die van de dinges, ja. Het staat in procesverbaal. Jawel, commissaris. En neemt u me niet kwalijk. Jammer dat je die madame hebt laten ontsnappen, Jarski. Ik zal voortaan iedereen een hechtenis nemen die ik tegenkom, commissaris. Zo mag ik het horen. En als je morgen toch vroeg op bent, kom dan meteen naar de snijkamer voor de lijkschouwing. Als je baas je tenminste vrijgeeft van gewoon... Ben ik te laat, commissaris? Nee, je kan er meedoen. Nog wel. Wie doet de autopsie? Hoogendijk? Ja, Hoogendunk. De blaaskaak. Ah, daar heb je hem net. Dokter Hoogendijk, mag ik even voorstellen? Inspecteur Bojarski van de Rijkspolitie te Waal. Maak je het, dokter? Hoe ver bent u, dokter?
Ik moet nog beginnen met de Bruin. En wie is dat, dokter? Dat is die taxichauffeur die hier gisteravond is binnengebracht. Oh, nee. Ik bedoel met Van der Spijjaard. Daar zijn ze op het ogenblik mee bezig. Ze? Ja, mijn vroegere leermeester heeft mij gevraagd te mogen deelnemen aan het onderzoek naar de doodsoorzaak van Van der Spijjaard. En ik ben op zijn verzoek ingegaan. Zo? Sinds wanneer haalt u hier vreemd in het pand? Sinds wanneer laat u karweitjes opknappen door de eerste de beste snoepstaat? Ja, ik ben niet gewend om op dergelijke toon te worden aangesproken. Ja, zeg eens even, vriend. Het kan me niet schelen wat jij gewend bent en wat niet. Maar wie is die leermeester dan wel, dokter? Er is niemand minder dan professor Mattison. Als u dat wat zegt. Professor Mattison. Nou, of me dat iets zegt. Oh, Mattison. Ja, dat is in ieder geval iemand die zijn vak verstaat. Het is de knapste chirurg die we op het ogenblik in Nederland hebben. En de dode schijnt een vriend van hem geweest te zijn. Dus alleen al uit pietijd overwegen. Ja, maar laat het niet weer gebeuren. U weet dat u daar last mee kan krijgen. Moet ik dat opvatten als een bedreiging? Vat het op zoals u wilt. Ik zou me maar niet al te bezorgd maken als ik u was. U loopt anders het gevaar belachelijk te worden. Goeie vriend, ik begrijp dat je je in je wiek geschoten voelt. Maar een man van de wetenschap die op zijn vingers getikt wordt door een eenvoudige commissaris... Is... Kijk, daar hebben we onze vriend, de professor, commissaris. Goedemorgen, heer. U kent professor... Doe geen moeite, dokter. Ja, etonnerde le trouvé ensemble. Pardon? Inspecteur, ja. We zullen elkaar nog wel vaker tegenkomen voordat we hebben afgerekend met... Nou ja. Ik begrijp dat u uw vriendelijk aanbod tot hulp in daden hebt omgezet. Inderdaad. Ik heb het lijk van Van der Spijjaard geopend, met toestemming van de patholoog-anatoom uiteraard. Uiteraard. En ik kan u zeggen dat er een vakkundig schutter aan het werk is geweest. Hij werd dwars door het hoofd geschoten. En de kogel hebt u bewaard. Maar de kogel is... Professor? De kogel heeft een dum-dum effect gehad. De hersenen werden totaal verwoest... Eén troost, hij moet op slag dood geweest zijn. En u heeft niets van die kogel teruggevonden? Kleine deeltjes. Zo, en? Die heb ik verwijderd. En? En weggegooid. Jammer, professor. Maar misschien vinden we ze nog terug. Maar het spijt me. Ik wist niet dat het de bedoeling het was. Geeft omdat niet, die... professor, het geeft niet. Het is eigenlijk ook niet belangrijk. Maar krijgen wij het rapport van u? Ja, het rapport. Heeft u vanmiddag binnen, als u mij nu wilt excuseren, heren. Mijn tijd is kostbaar. Dank u voor uw medewerking, professor. Graag gedaan. Tot ziens, heer. Kijk, dokter. Daarom zou u het nou beter gaan doen voor het dan zelf het mes te hanteren. U begrijpt dat de commissaris hiervan een rapport zal opmaken. Niet waar, commissaris? Natuurlijk. Ja. Goedemorgen, dokter. Goedendag. Gaat u mee, commissaris? Wat heeft het allemaal te betekenen? We hebben de kogel toch teruggevonden? Dat betekent dat er twee kogels zijn, commissaris. Huh? En twee schutters. Laten we naar mijn kamer gaan. Twee kogels, twee schutters. Eén op het dak en één... Precies, commissaris. En één ergens anders. Dus dat briefje... Welk briefje bedoelt u? En van gisteravond. Van den Spijjaard werd neergeschoten vanuit het tuinraam boven de ingang van het podium. Was dat bedoeld om ons op het spoor te zetten? Of juist om ons af te leiden? Hebt u de schrijfmachine al teruggevonden? Ja, wat denk je dat we hier doen, heksen? Nou, een eenvoudig werkje als dat zou je toch niet zoveel moeite moeten kosten? Waar ik wel achter ben, is de verblijfplaats van die Française. Oh, dat is maar goed dat ik er gisteren al de gegevens heb laten opnemen dan. Ze stond in het hotelregister, het Carlton Hotel. Het Carlton Hotel? Nou, dan moet ik daarheen. Wat zeg je dat gretig? Is ze zo mooi? Nou, ik zou haar best nog eens willen ontmoeten. Jammer voor jou, beste kerel, maar ik ga zelf. Ja, hoe zie je hier? Ja, natuurlijk. Ja, ik zal het hem zeggen. Dank u. Trouwens, jij kan helemaal niet. Oh, nee. De baas verwacht je. Niet direct. Spijt me dat we niet verder kunnen samenwerken in deze zaak. Jij wacht straks om de hoek bij het Carlton Hotel tot ik terug ben. Orde, commissaris. Goedemorgen, meneer. Wat kan ik voor u doen? Goedemorgen. Ik kom voor die Franse juffrouw die hier logeert. Welke Franse dame, meneer? Nou, Neemt u mij niet kwalijk, maar we hebben op het ogenblik zeer veel gasten uit Frankrijk. Juffrouw Delples, Yvonne Delples. Ik zal even voor u kijken, meneer. Ja, graag.
Het spijt me, maar wij hebben hier niemand van die naam. Je hebt hier wel iemand van die naam, vriend. Zoek op, vlug. Politie. Oh, neemt u mij niet kwalijk, meneer. Delpech. Mademoiselle Delpech. Bedoelt u die misschien? Natuurlijk bedoel ik die. Wat zei ik dan? Natuurlijk, meneer. Ik zal er even voor u bellen. Niet nodig. Is ze boven? Ik heb de sleutel niet hier, dus. Goed, welke kamer? De suite op de derde etage, nummer 320. U kunt met de lift, meneer. Ja, dank u. Ik vind het wel. Zoals u wilt, meneer. Good morning, sir. Can I help you? Derde verdieping. Kamer 330. Ja, of was het kamer 320? Wat zei die vlerk nou ook weer? Personeel is tegenwoordig ook niet meer wat het geweest is. 330, ja. Was het dat nou of niet? Enfin. Nou, kom, schiet op. Ja, wat willen ze? Ach, nee, ik... Verzaaiung, ik... is... De taal, foute man. Was het zeker toch 320. Ik ben benieuwd. Pardon, monsieur, vous cherchez? Mademoiselle de la Peste? Oui, monsieur, c'est moi. Politie, mag ik even binnenkomen? Bien sûr, monsieur. Entrez. Zo mooi had ik me u ook niet voorgesteld. Pardon? Mijn complimenten, mademoiselle. Compliment. Nou begrijp ik waarom Jaski er zelf zo graag op afvalt. Moi, je ne comprends pas très bien ce que vous... Waarom spreekt u Frans tegen me? We doen het gewoon op zijn Hollandse, hoor. Anders komen we nergens. Mais voyons, monsieur. Nee, uit met dat koetermaals. Pardon, u bent niet erg vriendelijk. Wat wilt u van mij? Ik zou u graag een paar vragen willen stellen. Het gaat hier om een belangrijke zaak, de moord. Oh, wilt u dan even wachten op mij? Ziet u, ik ben nog en négligé. Ja, dat zie ik, ja. Je reviendrai tout de suite. Suite? Ja, dat zei ze beneden ook al. Hele suite, ja. Smaakvol ingericht ook nog. Ja. Zo. Nou ja, maak dan maar voort. Nou ja, voor mij had ze ook een negligé kunnen blijven. Die moet goed in de slappe was zitten. Zulke kamers, wat kost dat niet vandaag de dag? Rijk en mooi. En dat op de vroege morgen. Jammer. Jammer dat zo'n meisje het pad van de misdaad moet opgaan. Hé. Hey. Wat hebben we daar? Een schrijfmachine. Japannertje. En zo slaat commissaris Wiebe Poesiat twee vliegen in één klap. Zal onze vriend Bojarski even op zijn neus kijken. Zo, even kijken. Hoe was het ook weer? Ja, van den Spijjaar werd neergeschoten... vanuit het tuimelraam. Nou, kijk eens aan. Als dat niet op één en dezelfde machine getikt is, heet ik geen Poesiat meer. De T slaat harder aan dan andere letters. Ja. Dit geval is zo klaar als een klontje. De medeplichtige van de moordenaar. Daar zullen ze niet van terug hebben. Wacht maar eens. Zie het al in de krant staan. Commissaris Poesiat lost binnen 24 uur moord op. Wat zegt u? Commissaris Poesiat lost binnen 24 uur moord op. Wij geven geen telefonisch commentaar aan journalisten. Wilt u zeggen... Je spreekt met Poesiat zelf, steenezel. Oh, neemt u me niet kwalijk, commissaris. Wat kan ik voor u doen? Verbind me onmiddellijk door met hoofdcommissaris De Graaf. Ogenblikje. Het is een idee natuurlijk, hè. Zelf de krant opbellen. Jammer dat dat zo streng verboden is, maar als ik op de juiste plaats een bescheiden woordje laat vallen... Commissaris. Ja?
commissaris is in bespreking. Hij wil absoluut niet gestoord worden. Goed, ik kom naar het bureau met een arrestant. Kan ik een boodschap overbrengen? Nee, dank je. Wilt u assistentie? Ben je gek, kerel? Dit varkentje was ik zelf. Stil, daar komt ze. Tot straks. Zo, juffrouw. Ik arresteer u wegens medeplichtigheid aan de moord op Van der Spijaard. Juffrouw! Hé, hey, waar is ze nou? Wat? Daar zullen we... Wat zullen we nou even doen open? Doe onmiddellijk open, zeg ik u. Doe open, zeg ik. In naam der wet, doe open. Laat me eruit. Kom maar, laat me eruit. Eruit. Natuurlijk, natuurlijk. Ik begrijp uw verlangen, professor Mathison, maar ik kan onmogelijk... Begrijpt u me alsjeblieft niet verkeerd, commissaris. Van der Spijaard was een vriend van mij. Zijn dood is mij uitermate pijnlijk. Het enige wat ik nog voor hem kan doen is zijn nagedachtenis in ere houden. Hij was weliswaar een bescheiden man, Jan, een groot dichter. En toch heeft hij nooit de publiciteit gezocht. Maar er was één ding waar hij altijd weer in verwikkeld raakte en dat was... Vrouwen? Hoe weet u dat? Tja, ik maak me wel eens een voorstelling van het leven als bohemien, professor. Ja, natuurlijk. Dan begrijpt u natuurlijk ook. Nou, ik zou het liefste zien dat alles sub rosa bleef. Dat spreekt vanzelf. Het gebeurt maar zelden dat de politie aan de pers mededelingen doet van feiten die tijdens een onderzoek... Dat bedoel ik niet. Ik vertrouw ten volle op uw discretie. Maar ik vraag me af, wat heeft het voor zin dit tot de bodem uit te zoeken? Familie had hij niet meer. U zult dus niemand in zijn rechtsgevoel kwetsen als u deze zaak... Laat rusten. Maar professor, het gaat toch niet alleen om de vermoorden of om zijn familie? De moordenaar vormt een potentieel gevaar voor de gemeenschap. Dat zou u als arts toch moeten beseffen. U strijdt tegen ziekte. Wij tegen de misdaad. Ik had geen ander antwoord van u verwacht. Maar ik dacht als oude bediende... Ja, u hebt mijn vrouw in der tijd voortreffelijk geholpen. En daar ben ik u nog altijd dankbaar voor. Maar dat is voor mij vooralsnog geen aanleiding... om mijn plicht ten opzichte van de gemeenschap te verzaken. Binnen... Sorry, commissaris. Ah, inspecteur Bojarski. U hebt mijn boodschap gekregen? Inderdaad. Goedemorgen, professor. De heren kennen elkaar? Jawel. U begint gelijk te krijgen, professor. Pardon? We zitten elkaar inderdaad nogal vaak in het vaarwater vanmorgen. Als u zo vriendelijk zou willen zijn even hiernaast te wachten, ik zal u dadelijk laten roepen. Natuurlijk, commissaris. Tot ziens, professor. Ik vraag u of niet uw plicht te verzaken. Maar kijk, dat bedoel ik nou. Dat het onderzoek in handen is van een man als die kleine inspecteur. Het is een van de kundigste mannen die... Ik twijfel niet aan zijn capaciteiten, maar aan zijn mentaliteit, commissaris. Kijk, zou het voor het onderzoek, als het dan toch moet gebeuren, niet beter zijn als we een privédetective in de arm nemen? De kosten daarvan zal ik graag dragen. Nogmaals, het spijt me. Het onderzoek wordt voortgezet. Op onze manier. En het moet u toch duidelijk zijn dat wij beunhazen daarbij kunnen missen als kiespijn. Privédetectives doen in de regel meer kwaad dan goed. Maken bewijsmateriaal weg en zo. U zou het ons natuurlijk wel verplichten als u ons verder behulpzaam zou willen zijn met het geven van inlichtingen. Uiteraard. Als dat nodig mocht zijn. Hoewel het me tegen de borst stuit om ondervraagd te worden door zijn inspecteurtje Simon van der Net. Zo'n onbeschofte manier van optreden. Heeft hij de leiding van het onderzoek? Nou, dat zijn interne kwesties. Als u nog iets te binnen schiet wat het onderzoek verder kan helpen... Op dit moment niet. Als u mij groeten wilt overbrengen aan uw vrouw... Dat zal ik graag doen. Morgen, commissaris. Tot ziens, professor. En dank voor uw bezoek. De graaf hier. Wil je professor Mathison even uitlaten? En vraag Jarski hier te komen. Jawel, commissaris. Oh, commissaris. Er is een telefoontje binnengekomen van commissaris Poesijat. Het fijne hebben we er niet van begrepen, maar ik geloof dat hij een arrestatie heeft verricht in de zaak van de Spijaard. Wat? Laat hij zich direct melden als hij komt. Kom, commissaris. Als dat maar geen nieuwe moeilijkheden geeft. Met de graaf hier. Zou u zo vriendelijk willen zijn vanmiddag om 5:00 op mijn kantoor te komen? Om 5:00? Zeer zin. Nee, spijt me, heb ik een afspraak. Mathison is hier geweest, dus u begrijpt. Het is een belangrijke kwestie. Ik verwacht u om 5:00 precies. Ga zitten, Bojarski. Dank u, commissaris.
Wat wilde die professor Mattison? Kwam hij zijn stomme tijd opwichten? Nee, hij kwam om jou van je stoel te kletsen. Dat mag me geloof ik niet, Erik. Daar zal je het dan ook wel naar gemaakt hebben. Koffie? Graag, commissaris. Laat even twee koffie boven brengen. Nee, ik weet niet goed wat Kom eraan. Ik weet niet goed wat ik van die man denken moet, commissaris. Maar ik vind het vreemd dat hij die autopsie heeft verricht op Van der Spijer. Toch zou ik maar voorzichtig zijn. Dus niet van mijn stoel gekletst, commissaris, maar wel een beetje de poten doorgezaagd. Bojarski, er zijn belangrijker dingen. Zo? De koffie, heren. Dank je, zet daar maar neer. Even kijken, waar was ik? U zei, er zijn belangrijker dingen. Oh, ja, juist. Ik heb bezoek gehad van de jongens van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Aha. Zuid-Ee. Dank u. Alsjeblieft. Die De Bruin, die taxichauffeur, was een van hen. Zo. En waar was die op uit, commissaris? Toeoordelen naar het verhaal van de portier van het concertgebouw heeft die man, ja, hoe noem je dat ook weer, hand- en spandiensten verleend aan tenminste een van de schutters. Of heeft de BVD misschien zelf die dichter een kopje kleiner gemaakt? Ja, hoe dan ook, hij is tenslotte zelf slachtoffer geworden. Dat is geen moord meer, commissaris. Dat is een heel complot. Het schijnt ernstiger te zijn dan het zich laat aanzien. Bojarski, de BVD heeft het een en ander losgelaten, maar dat klinkt niet grappig. Zo, anders zijn de heren niet zo mededeelzaam. Nee, maar we zijn er nu bij betrokken, hè? Ze hebben ons om samenwerking gevraagd. Dan moet er inderdaad tot aan de knikker zijn. Oh, lekker bakje, commissaris. Beter dan die drap beneden uit de automaat. Maar waar gaat het om? Wapenfabrikage en smokkel. Hier in Amsterdam? Hier, ergens in de haven. Dat is mijn terrein. Precies. Ze hebben me gevraagd om iemand vrij te maken om te helpen bij het onderzoek. Ik heb aan jou gedacht. Jij bent hier bekend in de haven. Jawel, maar ik resorteer niet onder de gemeentepolitie. Hier is je mandaat. Getekend door Binnenlandse Zaken en Justitie. Ga je ermee akkoord? Nee, commissaris. Nee. Ik vind dat er anderen zijn die beter geschikt zijn voor dit soort werk. Nou, is dat nou valse bescheidenheid? Nee, onderdonder niet, commissaris. Maar ik heb een andere taak, niet dit grote werk. Laat dat de BVD zelf of de recherche maar opknappen. Maar laat mij mijn rondjes trekken. En ik moet achter de moordenaar van Stuntvoet aan. De moordenaar van Stuntvoet en de moordenaar van De Bruin is waarschijnlijk één en dezelfde man. Ja. Nou ja, ik geef je tot vanavond bedenktijd. Ik stel voor dat we beginnen met een kijkje in de haven te nemen. Zoals u wilt. We kunnen meteen van onze pieren maar goochels gaan. Te omvallend. We gaan gewoon met de rondvaartboot. Als u denkt dat het beter is, dan maar met die mooie weerschippers. En denk in die tussentijd na over wat ik heb voorgesteld. Poesiat hoopt er nog wel dat ik niet meer mee mag doen. Oh ja, Poesiat schijnt een arrestatie verricht te hebben. Wat zegt u? Toch niet dat Franse meisje waar die achterheen zat? Zat Poesiat achter Franse meisjes aan? Nou, dat kan ik me van hem niet voorstellen. Dat kan nooit goed gaan. Enfin, we zullen het wel merken. Middag. Middag, heren. Poesiat nog niet binnen? Nog niet gezien, commissaris. Dank je. Tot ziens. Middag. Goedemiddag. Ga je gang, commissaris. Opzij! Opzij! Waar is dat Franse mens? Pardon, meneer. Ik kom zo bij u. Ik ben nog even met iemand bezig. Niks bezig. Waar is dat Franse mens? Als u op deze manier over ons. U belemmert de politie in het uitvoeren van haar taak. Geeft uw antwoord. Goed, meneer. Ik zal u helpen. Maar wilt u dan alstublieft rekening houden met onze gasten? Gasten? Just a moment, madam, please. Zo, en waar kan ik u mee van dienst zijn, meneer? Ik vroeg, waar is dat Franse mens? U wenst inlichtingen over een Franse dame? Ja, ben ik niet duidelijk genoeg? Welke Franse dame? Die van daarnet natuurlijk. Ah, mademoiselle Deltef. Ja, dacht je dat ik hier misschien alle Franse dames één voor één ga bezoeken? Er is mij geleerd nooit iets van de hotelgasten te denken, meneer. Waar is ze? Mademoiselle Delpech heeft 3 kwartier geleden haar rekening betaald en het hotel verlaten, meneer. Alleen? Ja, dat heeft ze niet gezegd, meneer. Ze heeft haar bagage meegenomen en is in een taxi vertrokken. Wat voor taxi? Ja, taxi met een oranje dak, meneer. Ja, dat haal je de koekoek het nummer. Dat zou ik u niet kunnen zeggen, meneer. Spijt me dat u haar boven gemist heeft. Gemist? Ze heeft me opgesloten in de kamer, dat kanaille. Inderdaad, een treurige geschiedenis, meneer. Kan ik verder nog iets voor u doen? Ja.
Zeg het personeel dat ze voortaan vlugger open doen als er iemand roept. U had de telefoon kunnen nemen en de receptie kunnen bellen, meneer. Maar ik zal uw klacht aan de directie overbrengen, meneer. Hé, kerel. Wat sta je dus de lammerkakker vooruit je wagen in en rijden? Jawel, commissaris. Succes gehad, commissaris. Ja, rijd nou maar. Waarheen, commissaris? Waarheen? Die Franse juffrouw achterna natuurlijk. Oh, en waar is die naartoe? Ja, dat zou jij moeten weten. Jij hebt hier in een taxi zien stappen. Hé, commissaris, ik heb helemaal niks gezien. Ik heb hier om de hoek staan wachten. Hoe kom je zo stom? Maar het was toch uw eigen opdracht, commissaris? Naar het centraal. Nee, dat haalt niks uit. Schiphol, schiet op. Schiphol. Ja, oké. Hallo, HB Amsterdam. HB Amsterdam, hier wagennummer. Welk nummer is dit? 1326. Hier wagen 1326, commissaris Poussiat, over. Wagen 1326, hier HB Amsterdam, over. Geef door aan de luchtvaartpolitie aanhouding verzocht van Yvonne de la Flèche. Heeft zich onttrokken aan arrestatie. Wordt gezocht in verband met moordzaak Spijaard, over. Geef door, over. En waarschuw de grenspolitie, doorgaande treinen naar Frankrijk, over. Voor Groningen wordt gewaarschuwd, over. Wacht op verdere instructies, over. AB Amsterdam, voor 1326, begrepen, over en uit. Is ze voortvluchtig? Ja, zorg jij nou maar dat op Schiphol komen. Toeteren en scheuren. Binnenhaven. Voor zover ik weet is een informatie dat hier ergens in het oostelijk havengebied een klein fabriekje moet zijn. Hier, commissaris? Tussen de dokken? Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Veel te veel pottenkijkers. Het enige wat de Bruin heeft kunnen doorgeven voor zijn dood, heb contact in oostelijk havengebied, bericht volgt, verder niks. U had het over wapens. Wat voor wapens zouden er moeten zijn? Stil, straks op kantoor. Dit is alleen maar om ons te oriënteren. Ah, je kent dit gebied anders op een duimpje, hoor. Ja, mannetje voor de wind. Wat is dat daar? Dat is een sloperij. Oud roest. Die schepen die liggen soms jaren op de helling voor eraan begonnen wordt. Ontmanteld? Ja, vaak tot en met de motor eruit. En die insteekhaven? Ook sloop. Komen jullie er wel eens? We varen er wel regelmatig langs. Erin? Nee. Nee, bijna nooit. Niks bijzonders. Nooit iets gemerkt tenminste. Het is wel leuk om ergens aan te moeten beginnen zonder één aanknopingspunt. Behalve dan dat getypte berichtje. Ja. En die advertentie. Linkerbeen gezocht. Dan kunt u dadelijk aan de linkerkant. Zou een code kunnen zijn. En wat dat briefje betreft, echt iets van Poesie om uit te vinden wie dat getikt heeft. At a left you can see this ship with the three masts. The ship is the Pollard. Laatste oproep voor passagiers voor Air France vlucht 334 naar Parijs, uitgang B25. Les passagers pour Paris par sortie B35, s'il vous plaît. Daar gaat ze! Daar gaat ze met het vliegtuig! Dat kan niet, commissaris. Ik heb alle passagierslijsten laten nalopen. Ze staat nergens op. Misschien reist ze onder een andere naam. Ja, maar ze hebben bij de pascontrole niemand gezien die voldoet aan die beschrijving. Laat haar omroepen. Laat haar onmiddellijk omroepen. Ik zal voor gezorgd, commissaris. Denk u dat ze zomaar uit zichzelf zal komen? Een auto. Ze had een auto hier. Ze heeft gisteren een aanrijding gehad in een wagen met een Frans nummer. Sluit de grenzen. Is daar een proces bepaald van, commissaris? Dan weten wij het kenteken. Terug naar het bureau, schiet op. Wat is dat daar? Dat is de 39, commissaris. Dat is ons snelste schip. Wat doen die daar? Dreggen? Nou, dat kan zijn. Als er een melding is binnengekomen, dan... Huh? Wat is er? Daar. Tja, het lijkt wel of ze iemand ophalen uit het water. Kan dat? Helemaal aan de andere kant van het eiland. Dat is toch onmogelijk? Ja, nu kan ik het zien. Het is het lichaam van een man. Ja, gelukkig. Gelukkig. Geen uniform.
Nee, zo te zien niet. Dus het is niet stuntvoet. Nee, gelukkig niet, commissaris. Er is wel iets geks met die drenkeling. Wat dan? Jij hebt scherpere ogen dan ik, ouwe zeeman. Die vent. Die ze daar uit het water halen. Mist zijn linkerbeen. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Linkerbeen gezocht. Een hoorspel in 6 delen, geschreven door F.R. Ekmaar en bewerkt door Thomas Richaud. De rolverdeling was als volgt. Inspecteur Boyarski, Ab Abspoel. Commissaris Poussiat, Sacco van der Made. Hoofdcommissaris De Graaf, Johan Sirach. Professor Mattisson, Bert Dijkstra. Yvonne Delpech, Lu Thompson. Eerste agent, Wik Jongsma. Tweede agent, Ben Hulsman. Dr. Hogendijk, Wim Hodders. Gids op een rondvaartboot, Anneke Bakker. Omroepster op het vliegveld, Joke van den Berg. En receptionist van het Carlton Hotel, Ad van Kempen. Technische realisatie, Leon Dubois en Herman van der Lely. De regie had, Hero Muller.